Ja, van FC Dordrecht tegenwoordig, Ricky van Haren. Blijft natuurlijk ook een Feyenoorder, maar ik denk dat jij hier toch met de beste in je lijf staat. Ja, als je ziet dat we gewoon hebben gestreden vandaag. Gewoon alles gegeven wat we in ons hadden, denk ik. Ja, dan is het gewoon zonde dat je hier met 0-2 verliest. En ik denk dat er meer in gezeten had. Ik had wel willen zien als we met 11 mannen er blijven spelen. Ja, want weer kantelt een wedstrijd, een topwedstrijd voor jullie, of een wedstrijd bij een van de toppers, na een rode kaart. Hoe zuur is dat? Ja, het is nu geloof ik de derde keer op rij dat we rood krijgen. In de arena gaat het goed. Stond je weliswaar 1-0 achter, maar krijg je ook een rode kaart, wat niet nodig was, denk ik. Ja, en deze, ik weet niet, ik heb de beelden niet gezien, maar naar mijn gevoel in het veld was het wel zwaar gestraft. Maar ja, dat kantelt inderdaad gelijk de wedstrijd. Die staat vol onder druk, die laatste, wat zal het zijn, 25 minuten, 20 minuten misschien. En ja, dan weet je dat je het zwaar krijgt. Zeker hier in de Kuip met publiek erachter, dat hebben we wel gemerkt. Ja, want je komt er daarna helemaal niet meer uit. Je kan de bal niet meer in de ploeg houden. Ja, tegenhouden in de Kuip tegen Feyenoord, dat is heel moeilijk. Ja, kijk, eerste helft hadden we ook al dat er niet echt veel eruit kwam, maar wel af en toe. En konden we de bal misschien wel iets langer in de ploeg houden dan met 10 man. En met 10 man was het alleen maar tegenhouden. En ja, proberen als de bal naar voren gaat wat aansluiten. En dan weer compact gaan staan. Was je nog verrast dat het, zo zag het er in ieder geval vanaf de kant uit, dat het redelijk eenvoudig was hoe jullie op de been bleven? Nou ja, ik denk dat we in de arena de eerste helft vooral ook wel, ja, of eerst totdat we met 10 man kwamen te spelen, ook wel redelijk op de been bleven. Dus ja, je weet wel dat het erin zit. Alleen ja, we moeten een keer de nul houden, willen we resultaat gaan halen. Want ja, voorin, of tenminste, de kansen die we krijgen, maken we tot nu toe niet echt af. Al hebben we vandaag niet heel veel kansen gehad. Ik denk misschien de laatste minuut van de eerste helft eentje. En ja, dan moet je de nul houden, wil je resultaat gaan halen. En dat is vandaag weer niet gelukt. Ja. Succes de komende week. Ja, dankjewel.